dead, four wounded, saw the story on the news. Motorcycle boy, motorcycle boy, motorcycle boy, lay your legend down. Three creeps in Dallas, three fisheye stairs, three dozen roses and three last prayers. Motorcycle boy, motorcycle boy, motorcycle boy, lay your legend down. Subway Sammy, he got out of line. Swan dive, no survivors, out of sight, out of mind. Motorcycle boy, motorcycle boy. Welkom bij het wegrace seizoen 1995. En we gaan hier kijken naar alle wedstrijden in het Nederlands kampioenschap. En dat voor de driewielerste zijspannen. Het is alweer de vierde overzicht dat ondergetekende gaan maken van Martin Koning en Paul van den Kamp. We beginnen deze beelden echter met een beeldje van Koen Kruip, de invalpassagier van Martin Koning. De meeste mensen moeten zoeken naar passagiers. Martin Koning vist zo van de straat. Het is inmiddels 17 april 1995 en we gaan ons opmaken voor de eerste wedstrijd om het IDO, zoals het dat tegenwoordig heet. En IDO staat voor International Dutch Open. En dat om meer buitenlandse deelnemers te trekken en dat is ook wel broodnodig in de zijspanklasse. Goed, de eerste wedstrijd voor de viertakte was al verreden op het circuit van Zandvoort. En dat betrof een wedstrijd onder de vlag van de SPM. Met als voorzitter Wil Hartog. De wedstrijd in Assen werd ook onder de vlag van een comité verreden. En dat is wel het comité KNMV Wegracers Assen. En de organisator daarvan heet Jaap Timmer. Allemaal oude namen die terugkomen op de circuits. Goed, het was slecht weer. De halve dag om maar 2500 bezoekers. Snelste trainer, zien ze hier in beeld, staat nummer 1, de kampioenen van vorig jaar. Benny Jansen en Frans Geurts van Kessel. Ze trainden een tijd van 1.33.21. Lindhoek staat nummer 34, dat zijn de Engelsen John Marcy en Carl Vermin. Mensen die we vaker in Assen en in de Nederlandse wedstrijden van start hebben zien gaan. We wachten op de start, hier gaan de heren van start. Het is de snelste start van Wijmeren en William van Dis. Wat toch tot de snelste viertak jongens gerekend moet worden. In een spray van water gaan ze de nationale bocht in. En we gaan kijken hoe de wedstrijd zal verlopen. De terugkomst naar de eerste ronde. Het is Verwijmeren op kop. Maar Jansen en Van Kessel zitten er al vlak achter. Ze drijven door de Geert Timmerbocht over start en finish. En zo gaan de rondjes van de eerste wedstrijd van 1995 de boeken in. Morrissey en Vermin houden het voor gezien. De machine heeft te lijden van het water. En derhalve een DNF, oftewel een did not finish. Hier de Kemphanen om de eerste plek. Ze schuiven naast elkaar, voorbij elkaar, de Timmerbocht in. Het is toch weer Verwijmeren die teruggaat naar de kop. Hier is start nummer 4. Wim Verwijmeren en Martin van Gils moet ik zeggen. De grote afwezige in deze wedstrijd is natuurlijk de man waar de film eigenlijk om draait. En dat is Martin Koning en Paul van den Kamp. We zagen daar wel even Koen Kruip in beeld, maar de combinatie op zich was niet aanwezig voor deze wedstrijd. Technische problemen. En waar hadden we dat al niet vaker gehoord?
Maar goed, de kopmannen storen zich daar niet aan. Ze maken er een fantastische wedstrijd van met z'n tweeën. Het is keer op keer stuivertje wisselen. Nu probeert Van Wijmer het weer aan de buitenkant. Hij is duidelijk sneller in de timmerbocht. Bijna redt hij het, maar Jansen houdt de deur dicht. We gaan hier even mee met Van Wijmeren, terwijl Jansen de koppositie in handen heeft. Hij was dan ook de snelste trainer, maar Van Wijmeren zat hem vlak op de hielen. Op de derde plaats rijden een stel Denen, Benjamin Sierstad en de bakkenist, daar is geen voornaam van bekend, dat is Christensen. En die zien we hier bij start nummer 32 door het beeld schuiven. Forben Christensen, ik zie het toch nog in de papieren staan. Benjamin Sierstad en Torben Christensen uit Denemarken. De koppositie nu stevig in handen van Benny Jansen en Frans Geurt van Kessel. Dat zijn ook onze enige Nederlandse deelnemers die alle Grand Prix afreizen. Hun eerste wedstrijd, hun International Dutch Open. Ze gaan eigenlijk door waar ze vorig jaar mee gestopt zijn, gewoon met winnen. Tweede worden dus Van Wijmer en Van Gils. En derde de Denen, Sierstad en Christensen. We gaan door in de tijd en we gaan onze aandacht vestigen op de dubbele wedstrijd op het circuit in Hengelo. Circuit de Vasselring. En het had ruim 7000 bezoekers, dus wat dat betreft mogen we niet klagen. We zien hier wat techniek, start nummer 41. Dat is de combinatie van Ian Wilford en Mick Wynn uit Engeland. Daar zien we start nummer 43, dat is Barry en Jane Fleury uit Nieuw-Zeeland. Helemaal uit Nieuw-Zeeland om op het stratencircuit van Hengelo, de Vasselring, hun rondjes te draaien. We zien hier nog even de body. We zullen ze vaker tegen gaan komen. Goed, minister Jorisma was de hoogste gast op het circuit. En ze was dan ook gekomen om voormalig penningmeestervoorzitter Roel Kreunen te ridderen in de orde van Oranje Nassau. Hier kijken we even achter in de vrachtwagen waar weer aan een combinatie wordt gesleuteld. De gammelzaakje van Koen, ook hij was weer aanwezig. En dit zijn weer een stel snelle Engelse jongens. Maar ook de Zilverstad combinatie was aanwezig in Hengelo om daar acte de présence te geven. We zien hier het drietal aan het sleutelen met de koppeling. Het spul moest weer voor elkaar gemaakt worden. En het leek aanvankelijk ook voor elkaar te zijn. Ik zeg erbij leek, want we zullen nog meer van horen. Check, hè? Ja, duidelijk, hè? De techniek lijkt voor elkaar en we zien daar een nieuwigheidje op de motorfiets van Martin Koning. Een rembekrachtiging. En op mijn vraag wat hij volgend jaar ging bedenken, toen noemde hij een automatische piloot, want dan kan ik in de pitstraat blijven staan. Of een afstandsbediening moet ik zeggen. Een leuke geste en wie weet wat we volgend jaar weer te zien krijgen. Maar hier blijkt al dat er een groot probleem met de koppeling aan de hand is. Er is iets niet goed in het motorblok. En derhalve moet Martin afzien van een start in de eerste mans. Terwijl hier de heren klaarstaan voor de eerste mans, is Martin drukdoende in de tent om het spul voor elkaar te maken voor de tweede mans. Maar ja, de heren wachten daar niet op. Benny Jansen, Frans Geurts van Kessel hebben de snelste start gemaakt en gaan als eerste de haakse bocht naar rechts nemen. En wij gaan afwachten wie er als eerste terug gaat komen van de eerste ronde. Het is jammer, maar Martin Koning dus ook bij deze tweede wedstrijd niet van de partij. Het is dan wel geen International Dutch Open, maar toch, elke wedstrijd is er één. En we zien daar de eerste combinatie terugkomen om de molenbocht te ronden. Het is Steve Abbott met Julian Tilford, de gele combinatie uit Engeland, die de kop heeft genomen. Start nummer 31.
En nu is die een ronde later is de koppositie weer overgenomen. Maar nu door de start nummer 32. Barry Brindley en Scott Whiteside. Ook een Engelse combinatie. En wie heeft nu de kop overgenomen? Weer een ronde later. Nu is een keer niet een Engelse combinatie. Maar het zijn de Finnen Jukka Lausleto en Hanna Mazzaranta. Klinkt Italiaans, maar het is een Fin. En hier zien we het echtpaar uit Nieuw-Zeeland. Barry en Jane Fleury. Ergens achter in de top 10 hun rondjes draaiend. De overwinning in de eerste mans gaat naar Lausleto. Tweede wordt Steve Abbott. En Brindley wordt derde. En vierde worden onze mannekes Jansen en Van Kessel. Goed, we gaan ons dan weer langzaam klaarmaken voor start van de tweede mans. En ook de start nummer 12 hier in beeld zal daar bij zijn. Iedereen maakt zich klaar en hier gaan de heren bij de molen het circuit op voor de tweede mans. Start nummer 80. 30 is dit, start nummer 30, sorry. Dit zijn de Zwolse jongens, Paul en René Steenbergen, de twee broertjes uit Zwolle. En daarachteraan de Silverstad Racing. Hier komen ze terug van de opwarmronde. En wat gaat deze mans brengen? Het is afwachten. Er wordt dit jaar voor het eerst met een 1000 cc blok gereden. In plaats van het 750 cc geval waar vorig jaar mee de strijd aangebonden werd. Hier staat alles klaar voor de start. En daar gaan de heren voor start. Het is niet een beste start van het Silverstad Racing Team. Maar goed, de heren zijn voor start. En we zullen maar af gaan wachten hoe dat uit de eerste ronde terug gaat komen. U ziet het, we hebben een andere positie uitgezocht. Want twee wedstrijden vanuit dezelfde standpunt zou een beetje saai worden. Dus we hebben nu het aanrempunt van de molenbocht opgezocht om daar de beelden van de tweede mans te schieten. En we gaan wachten op Silverstad Racing Team Koning van de Kamp. Maar we zien een rode vlag. Wat is er gebeurd? De achteras van Martin Koning is gebroken. En daarbij kwam het karter over de grond te schuren. En alle 6 liter olie werd over de baan gesmeurd. Zodat de race een half uur vertraging opliep. En daarna weer van start ging. Maar nu vier zonder Martin Koning en Paul van den Kamp. De derde wedstrijd gaat dus ook zonder hen van start. Helaas, maar het zij zo. Een grote schadepost derhalve voor Martin Koning. En we zien hier Barry Brindley en Scott Whiteside als eerste terugkomen. En aanremmen voor de molenbocht. Daar wordt weer een bandje hevig versleten. En de Fleuries. Abbott heeft niet zijn beste start gehad. Hier zien we Abbott nog een keer in beeld, maar hij schuift al naar voren. Ten koste van andere jongens. Veel Engelsen in dit geval. Wie is de kop? Deze tweede man is iets minder spannend verloopt dan de eerste. Tenminste, wat de koppositie betreft, het is nog steeds Brindley en Whiteside. Maar Steve Abbott zit er al vlak achter. Vanaf zijn 8e plek toch doorgestoten naar de 2e plek nu. Terwijl we horen zeggen dat de laatste ronde is ingegaan. En we gaan afwachten wie deze wedstrijd gaat winnen. De eerste man was Abbott uitgevallen, dus voor een hoge positie overal kwam hij niet meer in aanmerking. Maar goed, een overwinningje zou niet gek zijn. En eindelijk hebben we dan toch nog weer een duel om de koppositie. De laatste ronde, wie gaat de wedstrijd winnen? En dat is Steve Abbott.
met Scott Whiteside. Ze winnen de tweede mans, maar worden de halve maar derde in de wedstrijd omdat ze dus geen punten scoorden in de eerste mans. Winnaar van het geheel wordt Brindley en Whiteside. Tweede worden Galrus en Berglund uit Zweden. En wij gaan door naar 30 april 1995. Dat was een wedstrijd die als toegift werd gereden bij de 6 uur race van Assen. En het was een wedstrijd om de Isra Cup. Het is een beetje de vervanger van de EK's die dit jaar niet meer verreden worden. We hebben de Isra een cup ingesteld voor dat kaliber rijders wat anders in het EK's zou uitkomen. We zien hier allerlei kuipen wachtend voor de wedstrijd. En we zijn even een paar uurtjes doorgesprongen in de tijd en we zien hier de start van de wedstrijd. Geen Martin Koning aan de start, maar toch, we waren aanwezig bij de 6 uur. Even een paar beeldjes meegenomen van de wedstrijd om de Isra Cup. Er waren natuurlijk wel enkele Nederlanders aanwezig. En we zullen zien wat de heren ervan gaan maken. De snelste trainer was Dave Molineux en Piet Hill. Dat zijn mensen afkomstig van het eiland Man. En daar hebben ze ook al enkele overwinningen in de TT op hun naam staan. Ze hebben een tijd gereden van 1.31.02. Dat was hun snelste trainingsrondje. En zij rijden met een oud kortspan. Omdat ze niet anders hebben. En omdat er in Engeland ook alleen op het eiland Man met korte spannen gereden mag worden. Wie is daar de koploper? Het is een ongebruikelijk paar, want we zien ze niet veel Italianen in de zijspansport. Maar hier hebben ze de kop genomen. Het zijn Walter Galbiati en Guido Sala. Ook wij hebben ooit eens een Sala gehad in de 125cc en dat was ook nogal een clown. En ook deze Sala was een clown. We hebben foto's gezien van de nationale bocht waar hij met beide benen naast het zijspan hing. En zo een beetje ging meesteppen. In de achtergrond een ongeval gebeurd, we kunnen geen startnummer zien. Het zijspan is even over de kop gegaan. Maar er is medische assistentie aanwezig. En we zien al een van de heren uit de sloop klimmen. Natuurlijk een beetje geschokt, maar alles viel mee. De Italianen nog steeds op kop. En we gaan kijken wat er allemaal nog meer te gebeuren staat. Dit zijn de snelste trainers. We hadden het net al even over Dave Molineux en Piet Hill. Ze gingen hier op de vierde plek. Even langs. Dat is start nummer 2. En dat zijn Schlosser en Glor. Dat zijn Zwitsers. En daar verliest iemand zijn bakkenist. Het lijkt me van de Zwitserse combinatie. Ja hoor, met start nummer 2. We hadden ze net nog wat beter in beeld. Maar hier zien we alleen de chauffeur en zonder bakkenist. De combinatie Schlosser, Glor. Die loopt hier dus. We hebben het opgevangen door een baancommissaris. Niets aan de hand verder, maar de wedstrijd voor deze combinatie is gelopen. Ze reden op dat moment op een tweede plek, dus ze hadden alles om veel punten te behalen in deze wedstrijd, maar dat gaat helaas niet door. Maar goed, er zijn meer mensen die om de punten strijden en dat is dan in dit geval start nummer 5 en zijn de Engelse Baker en Stapleton. Ze rijden hier nu op kop met de Italianen daar, Paul achter. Zoals gezegd, Galbiati en Sala. Dit wordt een interessant gevecht. En hier gaan de Italianen binnendoor aan de Engelsen. Het ging maar net goed, maar je ziet, ze staan bijna dwars op de baan. De Italianen gaan als eerste onder het zwart-wit gebroek door. En let nu even op de bakkenist Guido Sala. Waarom heet hij Sala? Zie je. Dit is de feestvreugde van een Italiaan die een wedstrijd wint. Een handstand in de bak. Het was een clown, maar het is al een leuk gezicht. De handstand zou hij later ook nog herhalen op het ereschafot. Winnaars dus Walter Galbiati, Guido Sala. Tweede Tony Baker, Ian Stapleton en derde Michel Ferrand en Bruno Couga. Dat mogen dan Fransen zijn. Wij gaan over naar 25 mei. De caravan zuiver houden en voor ruim 3000 toeschouwers gaat de organisator MAC het Hoge Land ook een zijspanwedstrijd organiseren. En dus ook weer aanwezig Martin Koning en Paul van den Kamp. En deze twee heren die trainden een 11e stek en daarmee stonden ze op de 7e startrij. En ze hadden daarbij een tijd nodig van 2.24.90.
niet een echt snelle tijd, want de snelste trainer was Verwijmeren en Van Gils met 1.40.57. Gisteren al met de tweede training hebben we een startronde kunnen rijden en toen stonden ze in de pits. Iedereen had het vanmorgen erover, stonden ze versteld van wat hard die loopt. En dan komt Taro en start weer zonder benzine. Dit is niet te geloven wel. En wat voor verhalen hoor je dan van Hengelo? Hè? Die tweede man zijn gereden. Ik hoor van baan komen zagen, zei ze een hele blok verloren. Ja, dat kent dat niet joh. Ja, dat klopt. Nou, mijn brak. Dat jij nog geluk tussen, gaat ook? Tussen de bomen. Dus mijn achterhuis die breekt. Ik kom met mijn karter op de grond. Ik blaas al die 6 liter olie de baan op. Die olie die spuit voor mijn wiel. Ja, en we kwamen vol accelererend die eerste haakse rechts uit. Nou, en toen ging mijn partij aan het vlijen en ik kon nog net een beetje bij het bestaan. En toen trok mijn koordje eruit, want daar zijn mijn blok ook nog in soep gelopen. Ja. Maar ja, die olie die gutste. Vanuit dat karter gutste die olie zo voor mijn achterbaan. Nou, mijn wiel, dit was helemaal naar de klote. Mijn baan was lek en ik ging met een partij. Maar ja, ik heb gewoon mazel gehad, ik kon me eigenlijk puur concentreren op het sturen. Nou, en die baan komt zo uit bij die boerderij, die eerste linkse boerderij, daar gleden we het pad op. Nou, die ene baancommissaris die laat heeft nog gesproken. Hij zit dus onvoorstelbaar daar op de weg gebleven. Maar iedereen was al aan het rennen aan de overkant van de sloot. Want die komt hard rechtsaf en die halen door je. Goed, we hoorden van Martin wat er in Hengelo gebeurd was. En ook dat de training in Eemshaven niet verliep zoals het moet. Meneer Stronk zonder benzine. We hopen dat dat tijdens de wedstrijd niet gebeurt. Want hier staan de heren klaar en te wachten in het park van mee om het Imatra van Nederland. Ik noem altijd Imatra omdat er twee spoorwegovergangen in zaten. En dat was vroeger bij het Grand Prix Circus in het Finse Imatra ook het geval. En omdat we zo hoog in het land zitten, zijn we ook al een stukje dichter bij Finland. Een oud Nederlands kampioen. Stekelenburg met de Bato, het korte span. Hij zou zo naar het eiland Mijn kunnen. Smit en Den Hartog. En daarachter de startnummer 12, Koning van de Kamp. Koen Kruiper nog achter. Nog steeds wachtend op zijn debuut in de bak. Maar die zal die krijgen. Maar dat gebeurt niet in Eemshaven. We zien hier Stekelenburg als eerste terugkomen van de overruimronde. En we gaan wachten op startnummer 12. Voor de start van deze International Dutch Open. Voor ze terug. Een mooie zonnige dag op het circuit in Eemshaven. Een rondje langs de windmolens. Een ondergetekende is laatst nog weer op het circuit geweest. En er staan nu in het midden van het circuit nog meer windmolens. Dus het wordt nog indrukwekkender om te zien al die windmolens daar aan de zee. De heren gaan van start en wij gaan afwachten wie er als eerste terug gaat komen van de andere kant van de dijk. Het is een mooie bochtencombinatie waar we hier staan. We kunnen hier mooie beelden schieten. Frans Schuurts van Kessel, de mannekes op kop zoals je hoort op de achtergrond. Verwijmeren als tweede, Cor van Lid als derde. En dan wachten wij op de combinatie met nummer 12. Waar zitten ze? Daar zitten ze. Achter nummer 26. En dat zijn Talens en Kappert. Hier de koploper, Jansen van Kessel. Ze laten er geen gras over groeien. Ze hebben de Nederlandse titel en ze willen hem ook graag houden natuurlijk. Ze zijn het ook een klein beetje aan hun stand verplicht. Want als je als enige ook actief bent in de Grand Prix, moet je toch ook de beste papieren hebben voor het Nederlands kampioenschap. Hier Paul van den Kamp doet zijn uiterste best om het wieltje aan de grond te houden. Het lukt niet helemaal. Maar goed, de combinatie loopt ook niet helemaal fris, maar uitrijden is geblazen. Want zoveel starters waren er niet en puntjes halen, dat is het parool. Verwijmeren met een maagdelijke kuip. Een nieuwe kuip gemaakt, maar nog geen tijd gehad om te spuiten. Hier de mensen die knokken voor de derde plek. Stekelenburg en Smit.
Smit en Den Hartog hebben hier toch de tweede plaats overgenomen van Stekelenburg. Want we hebben het te maken met een uitval van Wim Verwijmeren. Ze zien helaas in deze wedstrijd de finish niet. Nog steeds in de wedstrijd. Koning van de Kamp. Weer een rondje gereden en we zien het al hier. Op de hielen gezeten om een lap te krijgen. Door Jansen en Van Kessel. En hier zijn ze gelapt door de heren. Ze zijn dus op een rondje achterstand gezet. Maar het is wel een leuk gezicht om ze zo in de buurt van de Nederlandse kampioenen te zien rijden. En een ronde later zitten ze zelfs weer voor de Nederlandse kampioenen. En dit maakt nu juist dat ze niet in de uitstand komen. Hier wordt de Mennekes worden afgevlacht. En ook Martin Koning stopt. Maar hij moet nog eigenlijk een volle ronde rijden omdat hij zichzelf weer ontlapt heeft. Of hoe je dat ook mogen zeggen. Hij deed het niet. En we kregen pas later te horen dat hij nog de finishvlag moest hebben. Heeft de machine onder de finishvlag doorgeduwd. Maar er staat in de reglementen dat men compleet over de finish moet komen. En dat is niet het geval geweest. Daarom werd Martin Koning in deze wedstrijd gedisqualificeerd. Jammer, maar waar. Rij je eens een wedstrijd uit, krijg je de punten ook nog niet waar je recht op hebt. Maar goed, zoals elk jaar in de verslagen nemen we ook even weer een klein beetje tijd voor de TT. Het is de laatste zaterdag van juni, dat wil zeggen 24 juni 1995. En we zien het, de motorrijders zijn weer in grote getale op de parkeerplaats bij de Stekkerwal. Ruim 120.000 toeschouwers zagen en zoals wij nu zien een parade van de kampioenen. Dit is Aal Toerse die even met zijn 50e zeekruider door beeld schiet. En hier Franske Visbach op het motorfietsje van Dick Renoy, de Eising waar Dick Renoy de TT mee heeft gewonnen. En de Witte Reus wil haar toch op zijn Riemersma Suzuki. Het is niet de originele Suzuki, want die is er nog wel, maar die staat in de schuur bij Willeke van Walrooy. Alleen is half uitgebrand. En daar een der grote onder de grote, Jeff Duke, op de Norton. Helaas niet op de Gilera, dat hadden we natuurlijk nog liever gezien. Maar ook op de Norton stond dus dit 72-jarig baasje even weer in de middelpunt van de belangstelling. De meeste belangstelling ging uit naar deze man. Eerder dit seizoen had hij aangekondigd te stoppen, maar op Assen stapte hij nog even op de Lucky Strike Suzuki om zijn Nederlandse fans te bedanken. En Nederlandse fans, die heeft hij. De vlaggenparade die hij 2 jaar geleden uithaalde, deed hij nu weer. Hier Jim Redman op de zescilinder. En nu houden we ons even stil. Het was niet echt goed te horen, maar toch. En hier, de man met het witte kruisje op de helm, Luigi Taveri, de Zwitser. Ook op een Honda met die open pijpen. En we gaan wachten, wie is de volgende kampioen die voorbij gaat komen? En het kon naast niet anders, deze missen we nog. De grootste kampioen van allemaal, Giacomo Agostini. Op de 3,5 MV waar hij de laatste viertakt Grand Prix mee heeft gewonnen. En dat ook gebeurde ook op ditzelfde Assen. En als ik het wel heb, was dat in 76. En daar een dubbelkampioen van Nederlandse bodem, Jan de Vries op de Van Veen Kruidler. Hij was de enige die nog paste in zijn originele pak waar hij vroeger de Grand Prix mee won. Nog een keer de zescilinder met Jim Redman. En hier een showtje voor ruim 120.000 toeschouwers. De man had zijn grote liefde gevonden. Alleen de baarcommissarissen waren niet zo blij mee dat hij dat ten aanschouwen van 120.000 man deed. En er werd dus een baarcommissaris op afgestuurd. Deze had er zichtbaar niet zoveel zin in. Hij gunde de man even tijd om aan zijn gerief te komen, maar dan is het toch afgelopen. Jongen, onderbroek omhoog. Broek omhoog. En neem je geliefde even mee. Het is leuk geweest. Applaus van het publiek.
voor deze amoureuze gast. En nu zit het, alles kan in Assen. Tijdens de Dutch TT, wat nu officieel de Lucky Strike Grand Prix heet. Lucky Strike Dutch Grand Prix, moet ik zelf zeggen. Ik dacht het heren, die had een eigen bankstel meegenomen. Deze heren zien niet echt veel van de race. Maar wij zullen ons even concentreren op de race in de zijspanklasse. Dit gebeurde er later met het bankstel. Maar dan kwamen er even een paar kilo plastic bij om de hoek kijken. Pietje Milieu zal daar niet blij mee zijn. Maar wij gaan even kijken naar de wedstrijd. We zien hier de snelste starters. Start nummer 5, de Zwitsers Paul en Charlie Gudel. Zij waren de eerste die een Grand Prix mochten winnen met de nieuwe BRM motorfiets. Ontwikkeld door Rolf Biland. En we zien de heren zijn in de eerste ronde al ruim uit elkaar getrokken. En zo gaat het de laatste tijd met de Grand Prix. Hier zijn dan de mannekes. Zoals gezegd, zij rijden alle Grand Prix, dus ook de TT van Assen. Maar daar in Assen zijn natuurlijk ook een paar wildcards weggegeven. En daar wordt natuurlijk ook gebruik van gemaakt door Harry Smit met Herman den Hartog. Hier de nieuwe BRM-combinatie van Rolf Biland. Wel in de oude, trouwe kleuren van Schloss Gold. Hij wordt hier echt al ingehaald door Steve Abbott. Dat duidt erop dat het met de techniek niet in orde is. En hier zien we ze in de stekkerwal. De heren zijn uitgeschakeld. Weer een DNF, de derde op rij. En dat zou dus tot gevolg hebben dat Rolf Biland zijn eerste plek, zijn wereldkampioenschap, moest inleveren aan deze man. Met start nummer 7, Darren Dixon en Andy Hetherington. Nog met een viercilinder lijnmotor van Krauser. We zien de heren hier op kop. Start nummer 7. Door de Meeromeer. Richting de bult en dan weer naar de Ramshoek voor weer een rondje TT-circuit. Start nummer 3 is Brindley en Hutchinson. Zij zouden op de derde plek eindigen. Het zou een volledig Engels podium worden. Dixon en Hetherington winnen de wedstrijd. Op de tweede plaats eindigen Steve Abbott met Julian Tilford en Brindley en Hutchinson. Zij worden met de ReadyMix combinatie derde in de TT van Assen 1995. Hier de mannen die de tweede plaats houden. Steve Abbott en Julian Tilford. We zagen ze ook al een wedstrijdje winnen op Hengelo. Een opwarmetje voor deze TT zullen we het maar noemen. Hier zien we nog even Smit en Den Hartog. De rondjes draaien. Ze gingen even door de stekkerwal. Richting het Meeromeer. Dit is de bult waar ze nu doortrekken. En hier de mannekes. Een grote rookpluim achterlatend bij het aanrennen van de stekkerwal. Ook zij draaiden hun rondjes. En ze zouden zelfs aan het eind van het seizoen in elke wedstrijd punten scoren. En waren daarmee een van de regelmatigste rijders in het kampioenschap. Start nummer 6, Klaus Klaffenbock en Christian Partzer. En het zijn natuurlijk Zwitsers. Het is een puur Zwitsers-Engelse aangelegenheid, heel deze zijspansport. Hier de winnaars, ze bedanken het publiek. Dixon en Hetherington. Hoewel de omroeper stevast het Harrington zei. Biland is nog steeds aan het sleutelen, maar ja, het heeft geen zin, de wedstrijd is gelopen. Dus men kan wachten op de bezemwagen. Maar we hebben hier even een klein zicht op de V4 motorblok. De BRM. Deze wordt ook ontwikkeld voor de 500cc, maar hij heet dan in één keer 11500. De sponsor heeft zijn naam eraan verbonden. We zien hier even de 44-jarige Rolf Biland. Hij duikt op in de klassementen bij de eerste drie van Grand Prix winnaars. Hij is Mike Hillwood voorbij gegaan. In het aantal gewonnen Grand Prix staat nu op de derde plek. Achter, als ik het wel heb, Nieto. En natuurlijk met 122 Grand Prix overwinningen.
Giacomo Agostini. We gaan 14 dagen door in de tijd en we komen op 16 juli. We zien hier de mannekes die zich klaarmaken voor een wedstrijdje International Dutch Open. Deze wedstrijd werd echter gereden voor de SOS Kinderdorpen. En er kwamen 5000 toeschouwers op af. We zien hier een sticker op de auto van Martin Koning, de Ulster Grand Prix. En de Ulster Grand Prix zou deelname krijgen van Martin Koning. Ook daar hebben we nog een paar beeldjes van Martin Koning gekregen. En die hebben we dus even in het beeld verwerkt. Ook kleinkinderen komen kijken naar de wedstrijd van opa. En wordt even een rondje rond de tafel geshowd. Even een beeld bij het zijspan. En zo hoort het ook. Even een beeldje uit de andere hoek. Maar mevrouw vindt het genoeg. En het is gebeurd. Het zal ook het debuut worden van Koen Kruip. Zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap in de bak bij Martin Koning. En we zullen zo van Martin zelf vernemen hoe hij zich dat had voorgesteld. We zien hier, ze maken zich klaar. En de temperatuur is goed. De body moet erop. En het werkterrein voor Koen en Martin is klaar om van kiet te gaan. Nou, buiten, ja, mooi luisteren. Als ik gisteren naar die eerste training kijk, dan zit hij er voor het eerst in. En als je dan ziet dat jaren geleden en dat er nou jongens in de ronde rijden die al een jaar of vijf in principe met elkaar rijden. En dat je gisteren in de eerste training dat je maar anderhalve seconde verschil hebt tussen die jongens en tussen ons. En ik zie dat je dan de tweede training in principe gelijk al 2,5 seconden sneller bent weer. Nou, dat is voor hem alleen dat is voor hem een goede zaak gewoon. Ik weet het. En dan gaat het echt niet verkeerd. Om nog wat te doen. Een goede zaak, dat is wat het is. Een bekende overal. Het lijkt wel een dogshop overal van een aantal jaren terug. Maar dat mag de pret niet drukken. Koen gaat voor zijn eerste wedstrijdje in de bak. En Martin Koning staat zich ook klaar te maken. En Paul van den Kamp is in zijn korte broekje gereduceerd tot poetser, drukker en helper. Wat meer zij. Het is voor Koen natuurlijk altijd goed om wedstrijdervaring op te doen. Want wie weet bij wie hij volgend jaar in de bak terechtkomt. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt en eenmaal in de bak gezeten hebt, dan weten ze je te vinden. Een viertakt is wat moeilijker door de compressie te drukken dan een tweetakt. En dan zien we hier. Maar goed, voor start gaan, dat moet je. De eerste beelden zijn wat slecht. Het bandje is derhalve ook al in de prullenbak geraakt. Maar we moesten toch wat van die beelden gebruik maken. We zien hier de heren voor de eerste keer door de nationale bocht komen. En hier ook de combinatie Koning Kruip. Het klinkt wat raar, maar het is toch waar. De snelste trainer was uiteraard, zullen we maar zeggen, Jansen van Kessel. En ze hadden over een nationaal rondje. Hier hebben ze even in beeld. Over een nationaal rondje hadden ze een tijd nodig van 1.30.55. De Koning Kruip combinatie stond 12e met 1.52.28. En daar stonden ze mee op de vijfde startrij. De beelden van deze wedstrijd zijn gemaakt vanaf de truck van Cyrus Angerman Trucks, SAT Trucks. En dat is de sponsor van Marcel Broeks en John Noter. U kon derhalve daarbovenaf de nationale bocht mooi overzien. En nu kon ze een heel eind volgen de Veenslang op. Hier hebben we weer Verwijmeren en Martin Vergils. Ze rijden hun rondjes echter op de derde plaats, want daarvoor rijden Smit, Den Hartog en Jansen en Van Kessel. Maar ook Martin Koning, hij bleef goed rondgaan. Hier hebben we ze even in beeld. Je ziet Koen een iets andere stijl erop nahoudt als Paul van den Kamp. Het beentje gaat achteruit bij de nationale bocht. Maar dat mag de pret niet drukken als het gewicht maar op het achterwiel zit.
Hier even een combinatie met de oude stroomlijn van Strooier. En ik dacht toen niet dat het Sneezers in de bak zat, maar in 1980, toen Jack Middleburg de TT won, toen reed Strooier met deze outfit, Not State. En men riep toen al, ik loop mijn benen uit, men reed voor een Not State. Toch leuk om dat oude spul weer terug te zien en nog steeds mee te zien racen. De combinatie met startnummer 12 draait keurig zijn rondjes en dat zal uiteindelijk leiden tot een 13e plaats. En bij een 13e plaats horen ook 3 puntjes voor het Nederlands kampioenschap. Zodat in zijn debuut hij gelijk in de puntjes rijdt. Dat wil zeggen 3 puntjes ook voor Koen. Hier komen ze weer nog een keertje door de nationale bocht. De motor loopt niet echt tiptop meer, maar een 13e plek wordt hun niet meer ontnomen. Martin had dit seizoen nogal eens met pech af te werken. Hier zijn de winnaars, Ruud van Kessel. En ze stevenen hard op weg naar hun tweede nationale titel. Daar de combinatie met Gelijnse achter het stuur komt terug het renningskwartier in. Ook Martin Koning terug in het renningskwartier. Nu in één keer met 2 bakkenisten. Kleinzoon Mike is even bij ingestapt om even met opa mee te rijden. Hoe was het? Goed werk. Ja? Warm hoor, nee? Het is niet zo warm als gisteren, maar het is heerlijk. Maar waar ben je gewoon? Ik heb een flauw idee. Ik weet niet. Nee. Die eerste puntje binnengehaald. Ja, dat wel. Van 10 euro de eerste punt binnen. Start, hè? Ja, dat wel een goede start. Jawel, dat wel. Moet je nog eten, Koetje? Dat is over, maar hij scheidde mee uit onderweg. Moet een 3 cilinders lopen. Ja, nee. Drie cilinders, dat deed hij. Dat begon hij te doen. Ja. Als je dus het punt had dat je eerst geen benzine meer had. Hij kapte ermee. En dan probeerde hij hem weer op te hengelen dat hij er weer kwam. En dan begon hij zo 2:30. En dan in de volgende hoek, ja, dan deed hij het wel meer. Maar dan had hij gewoon weer benzine in zijn strot. Goed, en we hoorden even uit eerste hand wat er aan de hand was met de wedstrijd. Maar de eerste punten zijn dus binnen. We gaan door naar 13 augustus. Het begin van de vakantie van ondergetekende. Maar het begin van een beetje heup ellende van Paul van den Kamp. Hij had gereden als stand-in bij Leo Kuiper. En Leo Kuiper was zo hard over een curbstone gedenderd, zodat Paul met zijn heup de curbstone raakte en een enorme schaafwond met zijn deel. We zien het hier even een klein beetje in beeld. Ook Koen Kruiper bezig. Hij had de trainingen bij Martin ingezeten, omdat Paul bij Leo zat. Maar in de wedstrijd zou het toch weer Paul in de bak gaan zitten bij Martin Koning. En dat is maar goed ook, want in de wedstrijd ging Leon Kuiper vol de muur in. En brak daarbij een sleutelbeen. En wat was er dan weer met Paul gebeurd als Paul bij Leon in de bak was gaan zitten? Gelukkig gebeurde dit niet, maar Paul moest toch met een pijnlijke heup plaatsnemen in het bakje van de Suzuki van Martin. We gaan kijken hoe dit gaat. Hier gaat de combinatie op weg richting het Park Vermee. Op het snikhete zolder. De snelste trainer was dit keer eens een keer niet Janssen Geurt van Kessel. Want die waren er niet. Snelste trainer, Smit den Hartog. Met een tijd van 1:53.14. En hier zien we de combinatie gaan in de zaterdagtraining, moet ik zeggen. En we zien hier de schaafwond in volle naad. Helemaal blauw eromheen. Het is een fikse dreun geweest. Maar goed, de snelste trainer was Smit en Hartog. Ik zei het al, 1:53.14. Martin Koning doet het een 18e tijd op de 7e startrij met 2:13.05. De combinatie wordt klaargemaakt voor de wedstrijd. Het is dan ook inmiddels 13 augustus. De trainingen waren natuurlijk op 12 augustus. En de heren gaan proberen om nog een paar puntjes toe te voegen aan de 3 die gehaald zijn bij de vorige wedstrijd in Assen.
En we gaan even wachten op Martin Koning hier in de opwarmronde. En we wachten onderaan de afdaling van de Sacramentsheuvel. We zien hier al een rechtop zittende Martin. Dit houdt niet veel goeds in. De machine had al de geest gegeven. We zullen Martin zelf laten uitleggen, zometeen na de wedstrijd, wat als dat allemaal wel niet geweest mag zijn. We zullen even vanuit deze plek gaan kijken hoe de wedstrijd gaat verlopen. We wachten wie als eerste de Sacramentsheuvel komt richting de Gilles Villeneuve-chicane. Dat zijn Wim Verwijmeren en Martin van Gils. Die daar als eerste de eerste ronde doorkomen. Ik zat eigenlijk te kijken wie daar tweede zat. En ik dacht dat het Chris Buit was. En hier zijn de koplopers. Als we een aantal rondjes verder de draad weer oppakken. Wim Verwijmeren, Martin van Gils op kop. En wie ligt daar tweede? De combinatie